Noodopvang asielzoekers verkast van Amerikahal naar de ijsbaan. Aanpak nieuwe water- en gasleidingen roept veel vragen op. En project Schoorsteengeluk nu ook in Apeldoorn gestart. Vanmiddag gaf burgemeester John Berens in een persconferentie uitleg over de nieuwe tijdelijke opvang van de 400 asielzoekers die nu nog in de Amerikahal verblijven. De noodhulp in de Amerikahal moet op 25 september daar weg, omdat daar evenementen al waren gepland. Lange tijd was het onzeker waar de noodopvang dan zou komen, maar er is nu een oplossing voor gevonden. Ja, het is inderdaad. We hebben met verschillende partijen, waaronder de partij Libema, die exporteert de Amerikahal, maar ook bij ons Omnisport. En de COA en wij zelf als gemeente hebben afgelopen 2 weken intensief met elkaar rond de tafel gezeten om te kijken wat is er mogelijk. En we zijn eruit gekomen, dat heet dan de Skielerbaan en de ijsbaan, om daar een paviljoen te vestigen. Dat doet het COA voor de goede orde, om die 400 die we nu hebben als het ware te laten verhuizen binnen hetzelfde gebied naar de nieuwe locatie. En waarom konden ze niet blijven in Amerika al? Ja, het is altijd een afweging van verschillende belangen die spelen. Het lijkt bijna triviaal, events, hè? En dan denk je, ja, is dat dan zo van belangrijk om die events door te laten gaan? Het belangrijkste is dat je ook acceptatie houdt met de vluchtelingen in combinatie met de omgeving, met ook de ondernemers. En op deze manier hebben we toch iets gevonden met elkaar wat volgens mij alle partijen in dit geval tevreden maakt. Want alle omliggende bedrijven en de wijkbewoners, die zijn wel allemaal in dit proces betrokken? Allemaal is een groot woord natuurlijk. Ik durf niet te zeggen of ik ze allemaal heb gehad, maar zoals wij het dan noemen, de bewoners krijgen nu zo meteen een brief allemaal thuis, waarin dus duidelijk wordt gemaakt dat deze verhuizing plaatsvindt binnen het gebied. De ondernemers zijn in dit geval geïnformeerd door middel van een brief. Maar ik heb nauw contact gehad, ik zei het al, met de exploitant, ook met WSV, dat is de sportvereniging die daarnaast ligt eigenlijk, waar het terrein ook van is. Ze huren het van ons. Ja, zo ver als mogelijk. Ik kan niet uitzetten dat ik misschien hier en daar nog wat vergeten ben. Maar zoals we het kunnen overzien, nu denk ik wel dat het gelukt is. De Skieler en ijsbaan wordt tot noodhulpdorp omgetoverd met luxe tenten. Het wordt een paviljoen. Wij noemen het de ijsbaan omdat die locatie zo bekend is. Maar er komt een paviljoen waarin dus de 400 vluchtelingen gevestigd kunnen worden. En hoe gaat dat paviljoen eruit zien? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik ben geen bouwer, hè? Maar het zijn paviljoens, meerdere paviljoens heb ik begrepen, waarin dus de vluchteling 400 in totaal gehuisvest kunnen worden. Er kan gedoucht worden, er kan gerecreëerd worden. Er zit trouwens ook een grote sporthal naast. Dat scheelt ook alweer met recreatie. Het voldoet volledig aan de eisen die wij daar eigenlijk aan stellen. Ja, en ik hoorde tijdens de persconferentie dat de samenstelling van de mensen die er zitten, dat muteert, dat daar verandering in is. Hoe werkt dat? Je hebt noodopvang, dat zijn mensen die binnenkomen in ons land, gescreend worden in Ten Apel. Er zijn nu ook al 2 of 3 andere locaties in Nederland. Dat betekent medische keuring en ook paspoortcontroles en dat soort zaken. Is dat goed, dan gaan ze naar noodopvang toe. En dan gaat uiteindelijk bekeken worden of ze in een asielprocedure komen. Komen ze in een asielprocedure, dan komen ze in een AZC. Daar zijn we in Apeldoorn ook mee drukdoende. Dus tussen nu en denk ik 2, 3 weken valt daar ook de finale beslissing over. En de asielprocedure die kan soms een jaar, soms nog wel langer duren. En als ze dan hier mogen blijven, dan hebben we het over huisvesting. En dat is nog de 3e stap die we zetten. De asielzoekers die tijdelijk in Apeldoorn verblijven, kunnen nu rekenen op langer verblijf dan in de Amerikahal. Ook deze nieuwe locatie is een tijdelijke opvang. Tot wanneer kunnen de vluchtelingen daar blijven? Het college van BMW heeft de beslissing genomen om het een half jaar te doen. Daar is nu 1 maand van verstreken, dus tot en met eind februari 2016 is deze locatie sowieso beschikbaar. En er was er stond een stuk in de krant dat er eventueel misschien nog druk werd uitgeoefend door de COA. Ja, dat klopt wat u zegt. Laat ik dit zeggen, het is absoluut niet waar als die indruk nu gewekt is dat het COA druk uitoefent. Ik kan alleen voor mezelf spreken natuurlijk in Apeldoorn. Op geen enkele wijze. Ik ontmoet alleen maar in dit geval een soort gemeenschappelijke verantwoordelijkheid tussen bijvoorbeeld een Libema, tussen een COA en tussen ons om eruit te komen met elkaar. En dat moet je wel hebben en ook de burgerij om eruit te komen met elkaar. En dat is essentieel bij dit soort vraagstukken. Maar wordt dus geen druk uitgeoefend? Nee, tegendeel. In het gemeentehuis werd gisteravond tekst en uitleg gegeven over de aanpak van het aanleggen van de nieuwe water- en gasleidingen. Het vervangen van de water- en gasleidingen is namelijk hard nodig. De aanleiding zijn 2 incidenten die in 2014 hebben plaatsgevonden, waarbij een waterleiding is gebroken.
En door het spoelgat dat ontstond is op een gegeven moment ook de gasleiding gebroken. Of is er een scheur ontstaan in de gasleiding. En daardoor is de gasvoorziening verstoord geraakt. En mensen hebben dagenlang zonder gas gezeten. En met name werden veroorzaakt door die asbestleidingen? Nee, het is veroorzaakt door een... Het meest waarschijnlijke oorzaak is een breuk in de waterleiding. En de oorzaak van die waterleiding... Die is meest waarschijnlijk veroorzaakt door aantasting van de waterleiding, maar ook in combinatie met graafwerkzaamheden. Er zijn er graafwerkzaamheden uitgevoerd in de omgeving. De gemeenteraad werd bijgepraat over de aanpak van dit omvangrijke project. Wat vindt u van de plan van aanpak van Liander en Vitin van vanavond? Nou, ik vind het een verschrikkelijk goed plan. Want de laatste jaren ging het eigenlijk nogal wel eens verkeerd dat er problemen waren met de gasleiding, met de waterleiding of de waterleiding die sprong. Naast de 46 kilometer water- en gasleidingen die nu worden vervangen, zijn er op tal van andere plekken in Apeldoorn nog oude leidingen te vinden die eigenlijk ook vervangen moeten worden. Ja, dat klopt. Ik meen dat ze verteld is dat er nog 190 kilometer waterleiding zit die nog met die AC-leidingen zijn. Dus met andere woorden, je houdt nog voorlopig dat risico, hou je nog steeds? Volgens mij, ja, en ik heb ook altijd begrepen dat 50, 60 jaar ongeveer de grens is eigenlijk van die leidingen, dat ze dan eigenlijk min of meer op zijn. Dan praat je over vervanging van 46 kilometer, maar het totale gas- en waternet is natuurlijk groter dan die 46 kilometer. Zeker, maar wij richten ons nu op die 46 kilometer waar de risico's op een gecombineerde storing van water en gas het grootst is. We willen dat risico reduceren, dat is het doel. De aanpak voor het vervangen van de water- en gasleidingen roept veel vragen op bij bewoners in dat gebied. Het is nodig en het is heel voortvarend. In die voortvarendheid missen ze de communicatie met bewoners. Dus uw zorg is met name de communicatie? Mijn zorg is vooral de communicatie. Wij hadden de brief eerder in huis dan dat de gemeente was ingelicht over de inloopavond. En welke problemen verwacht u eigenlijk dan? Ik verwacht vooral problemen voor de mensen die zorgbehoeftig zijn. We hebben een aantal mensen die slecht ter been zijn, maar ook mensen die gewoon dement zijn of lichtdementerend zijn. En als je bij dat soort mensen een dag het water afsluit, ik weet niet hoe je erover denkt, maar dan heb je toch echt een probleem. En de contacten met die mensen, natuurlijk, buren helpen buren. Maar dan moet je wel goed communiceren. En we weten nog steeds niet hoe het gaat gebeuren. Gaan woningen opengebroken worden als mensen langdurig afwezig zijn? Ik kan me dat niet voorstellen. Maar als het gas eraf gaat, zal het moeten. En hoe worden nou de klanten en omwonenden op de hoogte gehouden? En die worden ze krijgen een brief thuisgestuurd. Daarin staat ook waar informatie staat over de voortgang van het project. Ook wanneer een straat aan de buurt is. We hebben daar ook een website voor geopend. En verder zullen er ook huis-aan-huis kaartjes worden verspreid. Een paar dagen voordat de werkzaamheden daadwerkelijk plaatsvinden. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Het is onontkoombaar dat trottoirs open gaan. Dat de huizen even wat moeilijker, minder goed bereikbaar zijn. Dus daar zullen dan voorzieningen voor worden getroffen. Parkeren in de straat wordt soms lastig. Dus het zal tijdelijk voor enige overlast zorgen. Het vervangen van de water- en gasleidingen gaat tot eind 2017 duren en gaat rond de 20 miljoen euro kosten. Door de crisis zijn er kinderen die geen Sinterklaas kunnen vieren omdat de ouders dat niet kunnen betalen. Project Schoorsteengeluk zette zich eerder in Gouda al in om 70 kinderen toch het Sinterklaasgevoel te geven door ervoor te zorgen dat die kinderen een cadeautje krijgen. Project Schoorsteengeluk gaat dat nu ook in Apeldoorn organiseren. Wat houdt het project Schoorsteengeluk eigenlijk in? Schoorsteengeluk is een Sinterklaasproject voor kinderen van 0 tot 10 jaar die uit gezinnen komen waar financieel de middelen eigenlijk niet zijn om Sinterklaas te vieren. En wat was nu de aanleiding om dit project te starten? Nou, Marjolein kwam met het verhaal van een jongetje wat ooit eens op school kwam. En op school hebben ze die kringgesprekken, daar kunnen kinderen vertellen hoe het allemaal gegaan is afgelopen weekend. En dat jongetje had op school verteld dat hij geen Sinterklaas cadeautjes had gekregen. En daarop hadden alle andere kindjes gezegd, hoe kan dat dan? Ben je dan soms niet lief geweest? En dat gevoel willen wij weghalen. We willen de kinderen gelijk trekken dat ze allemaal een leuk Sinterklaas kunnen vieren. Wat is nou de bedoeling? Het is een inzamelingsactie. Hoe gaat het in zijn werk? Wij zamelen cadeautjes in, we hebben een blog, we hebben een Facebookpagina, daar proberen wij zoveel mogelijk mensen mee te bereiken. En mensen die thuis nog speelgoed hebben liggen, nieuw of zo goed als nieuw, kinderboeken, spelletjes, kunnen dat bij ons inleveren. En wij zorgen dat het bij de kinderen komt.
En tot nu toe al wat reacties gehad? Ja, heel veel. En allemaal positief. We hebben al mooie cadeautjes mogen ontvangen. Er hebben al verschillende kinderen zich aangemeld. We zitten nu op de 40. 34 kinderen. Ah, ja. 34 en dan nog zo'n 40 te gaan dan inderdaad. En dan, we richten ons op 75 kinderen en dan inclusief de gezinnen die daarbij horen. Nou gaat het natuurlijk niet alleen om speelgoed in te zamelen. Ik neem aan dat je ook wel behoefte hebt aan wat sponsors. Ja, we zoeken zeker sponsors. Allemaal in natura eigenlijk. We zoeken nog jute zakken. We zoeken snoepgoed voor de kinderen. We zoeken chocoladeletters. Iemand die daaraan wil bijdragen. En ja, als er ondernemers zijn in Apeldoorn die een bijdrage kunnen leveren. Bijvoorbeeld met toegangskaartjes voor een zwembad of ik noem maar iets. Die kinderen willen steunen. Heel graag. Waar worden nou straks dan die cadeautjes uitgereikt qua locatie? Ja, de locatie is op dit moment nog niet bekend. Wat we wel van plan zijn is om een groot feest te geven. Waarbij ook Sinterklaas eventjes bij ons langskomt en de Pieten de cadeautjes uit gaan delen. En daarna is de bedoeling dat de mensen ook met de overige cadeautjes weer meegaan naar het gezin. En dat het feest daar weer verder opgepakt wordt. Donoren en bedrijven kunnen terecht op hun blog schoorsteengelukapeldoorn.wordpress.com. Morgen zijn er nog een paar buien, schijnt ze nu en dan de zon. Is de noordwestenwind matig en wordt het ongeveer 17 graden. In de avond en nacht klaart het op, is het droog en het kwik daalt naar 10 graden. De dagen daarna schijnt zo nu en dan de zon, is het droog en wordt het 17 graden.